vandaag ook een van de deelnemers aan de rijtuigendag. Ja, klopt. En nou ja, als ik zo even kijk naar de rest van de gemiddelde leeftijd, als ik zo mag zeggen, ben je toch een van de jongere garden. Ja, hoe ben je er zo bij gekomen ook dat ook om ook te gaan doen? Nou, ik heb dat altijd al gedaan. Ik ben daar omgegaan. Dus de tweede keer dat we meedoen hier in Appenberg, zijn we veil. En wat is nou specifiek zo leuk aan dit onderdeel, zeg maar? Gewoon de tocht dat oude, zeg maar, gewoon met elkaar zijn. Gewoon de sfeer met alles, zeg maar. Om dan in ieder geval een gezellige dag van te maken, eigenlijk. Ja. En kun je zelf wel iets vertellen over het rijtuig waar jullie nu in rijden vandaag? Nou, dit is een Oostenrijkse jachtwagen waar we nu rijden. Van 1900. Dus het geld is een zwartbles dat er voor staat. En achter staat een mand staat erop. Ja, allemaal in stijl met de kleding. Dus iedereen moet er eigenlijk ook echt in stijl bij lopen dus? Ja, dat moest wij, ja. Dat is ook echt een van de regels om mee te mogen doen dan? Of? Ja. Ja, alles moet bij elkaar passen. De kleding zo en de wagen en zo. Ja. En daar worden jullie dus ook op gejureerd? Ja, ze zijn vanmorgen al heen geweest. Dus dat hebben we ook weer gehad. De authentieke rijtuigendag in Harderberg. Ik spreek met mevrouw Hoefers. Ja, zondag als vandaag, hoeveel mensen of hoeveel combinaties heeft u op de tal staan voor vandaag? Wij hebben volgens mij 26 aanspanningen vandaag. En nou kan ik voorstellen dat met het warme weer dat het ook invloed heeft daarop? Of? Ja, want wij hadden 32 aanmeldingen en er zijn een paar afmeldingen geweest in verband met ziekte. En ziektepaard, maar toch ook een paar afmeldingen in verband met de warmte. Nou kan ik me voorstellen dat ook in dit geval mensen uit de hele buurt komen. Of misschien wel juist uit de wijde regio. Kunt u daar iets over vertellen? Ja hoor, we hebben mensen uit Band, dus uit de Dolder. We hebben mensen uit Twente. Dat zijn er ook verschillende aanspanningen. En die rijden toch ook heel vaak mee. En verder eigenlijk ook wel aanspanningen hier uit de buurt van onze eigen vereniging. Dus je kunt eigenlijk wel zeggen, veel uit Overijssel. En ook, we hebben een meneer uit Epe, die komt ook altijd helemaal in zijn uppie. Soms met zijn hond, maar meestal is die alleen. Dus echt Overijssel, dat zijn toch de meesten wel. En voor de hoeveelste keer wordt het nu gehouden, deze rijtuig? Dit is de 16e keer. Oké, dus elk jaar wordt hier gejureerd in ieder geval? Ja. We starten ieder jaar hier vanaf de Boshoek. En wordt erg gewaardeerd door de deelnemers. Kijk, we hebben zelfs daar een wagen rijden. Die mensen komen uit Noord-Groningen, dus ga er maar aan staan. Maar we hebben echt hier vandaan ons tocht. Zometeen tegen 9:15 vertrekken we met z'n allen en dan gaan we naar Radewijk. En vanmiddag, als we vanuit het centrum komen naar het défilé, dan komen we met z'n allen weer hier. Is hier de prijsuitreiking. En dan kunnen ze uitspannen, nog wat drinken. En dan nokken ze weer af, om het zo maar te zeggen. Maar het feit dat mensen dus eigenlijk uit de wijde regio komen, het lijkt, ik hoor u zo zeggen, het komt ook meer over als een soort van familie van mensen die gewoon toch de liefde hebben voor een bepaalde hobby? Of? Ja, er is een hele groep mensen, die zijn allemaal lid van de Nederlandse Vereniging Traditioneel Gerij. Die organiseert deze, althans dat is de overkoepelende organisatie.
En de diverse menverenigingen in het land organiseren dan de tochten. De NVTG zorgt voor de juryleden. En de organiserende verenigingen hebben de rest allemaal in handen. Dus de inschrijvingen en ja, alles wat er nodig is. Uiteraard de sponsoren die verschrikkelijk belangrijk zijn. Maar we komen, je kunt inschrijven in het hele land. Er zijn mogelijkheden om naar Brabant te gaan, om naar Noord-Holland te gaan. En in Twente zijn vrij veel ritten, op de Veluwe zijn ritten. Dus ja, je kunt overal naartoe waar je maar wilt. En er is inderdaad een hele ploeg hier die elkaar altijd weer ontmoet. En dat is gewoon hartstikke gezellig. De maanden zijn gekomen, ik wil graag nog even het voorbeeld aangeven. Aankomst van de Rijden met een rijtuig, is er nou ook iets wat zeg maar nog populair is dan in dit geval dan ook? Of, ja. Ja, populair. Wat is populair? Er zijn mensen die rijden marathons. En dat vooral de jongeren zijn dat. Die zijn helemaal, het moet vlug gaan en het moet wild gaan. Ja, ook die jongeren worden op een gegeven moment ouder. En als ze dan de kans hebben, zijn er best een aantal jongeren die toch doorgaan. En die zich gaan richten op het authentiek gerij. Maar ja, laten we eerlijk zijn. Authentiek gerij is geen voordelige sport. Je rijtuig, je paarden, je tuigen. En het moet allemaal even mooi zijn. Je hebt je kleding er nog bij. Dus ja, voor jongeren is het vaak moeilijk, maar hebben ze een rijtuig wat in de familie zit, dan wordt het nog wel eens gedaan. Er zijn nu ook, nou, ik heb net ook al gezien dat er ook een van de iets jongere knullen zat erbij. En die jongen die rijdt dan ook mee. En in eerste instantie als passagier of als groom. Maar toch zijn er al een aantal die verder gaan en die toch zelf gaan rijden. En het is ook belangrijk ook voor de vereniging om dat zeg maar hoog op de agenda te hebben natuurlijk. Ja, en nou hebben wij als Harp het geluk dat wij een heleboel jonge leden hebben. Ik moet zeggen dat die jonge leden nog geen authentiek gerij hebben. En ze helpen wel altijd mee, dus ze zijn er wel bij betrokken. Maar rijden met authentiek doen ze nog niet. Dat is ook logisch. En nou hoor ik u zeggen authentiek. Komt het bij mij eens over hoe deftiger, hoe beter? Of zie ik het dan verkeerd? Nee, wat moet je anders zeggen? Ouderwets. Ja, het is een koets zoals ze vroeger ermee reden. En er zijn een aantal, we hebben dus authentiek en replica's. Dus er zijn ook een aantal mensen die hebben een oude koets nalaten maken. Gebeurt vaak in Polen. En dan, er zijn ook oude koetsen die helemaal gerestaureerd zijn. En die hebben schijfremmen, die worden ook bij de replica ingedeeld. Ook al zijn ze dan oud. Maar er zijn ook heel veel echt authentieke koetsen die echt gebouwd zijn rond 1900. En die naderhand als schroot ergens gevonden zijn en vaak door de rijders zelf helemaal opgeknapt zijn. We hebben een paar mensen hier die echt hun rijtuigen zelf opknappen. Thank you.
Ja? Ja.